Je kamer wordt je overgezet naar een andere eenheid. Nee! Zou jij zien iemand meekomen? Hij ontsnapt, Gerard! Gerard, hij ontsnapt! Ik hou van je... Koody! Wat heb je met Koody gedaan? Nou, jouw naam! Nee, die naam! Nee, no. Nee! Rustig. Geen maar kijken. Gaat het, Gerard? Stap blijven, Gerard Boersma! Handen tegen de muur! Ja, doe die megafoon eens uit, je staat naast ons! Sorry! Handen tegen de muur! Gerard, gaat het met je? Handen tegen de muur! Gerard, handen tegen de muur! Gerard Boersma, ik ga je vieren! Gaat het, Gerard? Jongens, Gerard heeft die schroevendraaier doorgeslikt, maar volgens mij gaat het niet helemaal. Gerard! Gerard! Waarom praat je zo raar? Wat? Je moet hem even een schouderklopje geven. Jezus! Gaat alles goed met jou? Ja! Meneer, kunt u wel wat zien met uw ogen dicht zo? Hou je mond! Oh, wat lekker zacht! Stop nou eens! Help, het kietelt! Lekker! Zo, zet de controle! Mogen we van de muur af? Nee! Oh. Gerard, gaat het? Heb je hem helemaal doorgeslikt? Is hij helemaal doorgeslikt? Schroefverdraaier? Ja. Want, oh, hij is aan het checken. Oh, hij mag gelukkig... Ik denk niet dat hij iets gaat vinden, Gerard. Ik denk dat we veilig zijn. Ja, maar ik heb hem toch. Ik kan hem dan niet vinden. Nee, maar... Gerard, doe nou eens normaal met ademen, joh. Ja, lukt niet. Zo viel... Het viel ook wel weer mee. Oh, jee. Hoe komen jullie hierheen? Oh, wat heb je gevonden? Wat is dat? Wat is... Dit is de plattegrond van de gevangenen. Die is niet van mij. Die is niet van mij. Henkie. Nee, die is niet Gerard, van mij. Gerard, wie slaapt er beneden? Gerard slaapt beneden. Gerard slaapt beneden. Gerard Boersma. Gerard slaapt beneden. Slaap jij beneden? Ja, sir. Wat? Ja, sir. Hij zegt ja, sir. Meekomen. Naar Gerard. Beneden. Gerard, wat, ga je nou, wat gaat u met Gerard doen? De cel in. Ja, rustig. Oké. Gerard, hou je eetschema in de gaten. Stop. Miss Boos, Abba Moes. Hij was ook niet raak bedoeld. Gerard, meekomen. Toestand. Tijd om te douchen! Oh, rustig aan! Hoezo, waar zijn alle andere gevangenen? Douchen! Oh, die zijn ook douchen. Rustig aan, joh! Hé, jezus, die man die is ook wel erg agressief altijd. Ik kom eraan! Waar zijn de douches ook weer? Deur open! Die megafoon is uit als ik naast je sta, joh. Deur open! Oh, ja, deze deur staat schuin. Jij staat schuin! Oké. Oh, nou, ik heb wel zin om even eindelijk een keer lekker te douchen. Dat lijkt me oprecht wel lekker. Oh, Gerard, wat ben je aan het doen? Ik moet schoonmaken. Je moet schoonmaken, omdat je plattegrond had. Ja. Hij moet niet extra maanden of zo. Douchen! Ik ga douchen, geen zorgen. Oh, Gerard. Weet je, nu we hier even met z'n tweeën staan, kunnen we misschien een plannetje bedenken. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel gezellig hier. Kijk, gelukkig zijn we van Dimitri af, maar voor de... Wat hoor ik nou? Hè? Doe jij dat nou? Oh, nee. Gerard, pas op! Het is Dimitri! Gerard, ik heb de schroevendraaier nodig! Wat hebben jullie met mij gedaan? We hebben niks gedaan, Dimitri. Je hebt alles wat gebeurde zelf gedaan. Oh, gek, maar jou heb ik nog een appeltje te schillen. Mijn naam is Dimitri en ik ben de koning van deze gevangenis. Dat ben ik. Ik wil dat jij voor mij gaat werken. Dat kan helemaal niet. Gerard, het is stout. Wacht even. Gerard, dat is niet de bedoeling bij Dimitri. Hey, Dimitri, kijk, we hebben nu al veel gevochten en veel gedaan, waardoor we echt een hechte band met elkaar hebben, hè? Ja. Stel, wij zouden nou iets hebben waarmee we iets door kunnen snijden of zo. Weet jij toevallig de beste route om hieruit te komen? Ja, via de uitgang. Ja, maar de beste. Ja? Welke? De voordeur. Nee, die, zeg maar, die waar wij doorheen kunnen. Zijn wij vrienden? Ja! Waarom praten wij eigenlijk? Wij zijn vrienden! We hebben veel meegemaakt samen. Wat? Patat, haha! Hey! Ouwe gek! Wat nou als wij dus... Zou jij ons willen helpen? Samenwerken! Om hieruit te komen! Waarom ineens? We hebben me neergestoken! Maar om hieruit te komen! Handjes! Handjes! Dimitri, handjes! Handjes! 3, 2,
Bedankt! Oké, dus wat nu? Ik doe je niet ermee! Gevangenisbewaker! Nee, Dimitri! Oh, hij gaat in de gevangenis! Schuilen! Kom. Ik leid hem af! Kunnen we al Gerard? Of komt er niemand? Ik zie niet bij Dimitri is aan het oefenen. Oh, Dimitri is helemaal niemand roepen. Dimitri! Ja! Doe je nou wel of niet mee? Ja, ik moest even warm worden. Oké, ik heb een idee. Gerard, het is bijna lunchtijd. We gaan jou heel veel over... Ik heb een idee. Kom mee. Gerard! Ja, ik heb buikpijn. Ik ga iets heel lekkers voor jou bestellen, oké? Maar dat gaat je buikpijn verhelpen. Echt? Ja, dus we wachten even op... Hoe heet ze ook alweer? Hoe heet die kantinevrouw ook alweer? Katrien. Katrien! Hallo, lunchtijd! Hey, Katrien! Hey! Katalin, wie is Katalin? Dat ben jij. Mijn naam is Shin-Li. Oh ja, Shin-Li. Hey, Shin-Li. Ja? Wat heb jij voor overdatum eten hier? Alles. Alles? Dus wat ik gisteren had was ook overdatum. Ja, altijd alles. Oh, daarom was ik altijd een beetje... Oh, maar heb je echt iets wat heel oud is? Ja? Echt? We ook al nieuwe dingetjes opgroeien. Ja, maar wij willen hij namelijk... Hij staat naast je. Ik ben niet eetbaar. Maar, kan je... Nou, dag Shin-Li. Shin-Li, waar ga je heen? Ik heb op de menukaart gekeken. Ja? Vandaag is Shin-Li con carne. Heb je... Oh! Oké, mag ik echt een heel oud laatste beetje grote portie van jou? Ja. Grote portie. Voor meenemen. Eén keer voor meenemen, ja. Dat wordt dan €28,60. 28? Waar denk je dat ik het geld vandaan kan halen? Het is hier gratis. Pinnen? Ik pin wel hier. Zo. In had dan maar kapot hoor. Geef maar contant. Gerard, heb jij nog een beetje contant? Ja, hier, alsjeblieft. Dankjewel. Pakken hoor. Is vals. Oh, is vals. Ja, Oké, dan wachten we op de grote bord met chili con carne. Oh, nee. Ze doet het in een bekertje. Ik heb wat in een bekertje dan. Niet doen. Oh, jawel. Nee, niet je eigen slok. Hier, Gerard, ik heb de chili con carne voor jou. In deze cup. Neem het snel voordat ik zelf... Oh, dat ruikt eigenlijk wel lekker. Gerard, neem het nou aan. Gerard, je zou het aannemen van me. Gerard, neem aan, want het is zo lekker dat ik... Ik denk dat als ik het nog langer in mijn hand hou, dat ik misschien nog wel... Oh, dat ruikt wel heel lekker als ik er zo naar kijk. Nee, wacht even. Gerard, neem het nou van me aan. Ja, wacht. Zo, nou dankjewel, Cindy. Wij zijn als leven. Jongens, tot ziens. Doei, Cindy. Doei. Tot de volgende keer. Ja, doei. Oké, Gerard. Ja, doei. Ja, Gerard, we gaan nu naar de cel en jij gaat het helemaal opdrinken. Spuug je het uit en dan drink je het nog een keer op. Maar dat is helemaal niet lekker. Nee, ik weet het, maar dat dan krijgen we de schroevendraaier terug. Er gaan stukjes in. Dan krijgen we de schroevendraaier terug. Kom, gaan we naar onze kamer. Elke keer als ik een slok neem, doe ik mijn ogen dicht, want ik vind het zo vies. Ja, dat snap ik. Kom, we doen wel in jouw cel. Dan ga je een paar slokjes nemen, dan eet je het helemaal op. En als je naar de wc moet, dan komt de schroevendraaier er weer uit, oké? Werkt dat zo dan? Dat werkt zo. Die gaat zo dwars door je darmen. Dat doet pijn. Nee, ga jij maar. Ik hou de wacht wel, oké? Ik hou de wacht hier buiten wel. Oh, nee. Hey, Zin! Hallo, mijn naam is Zin. Hoe is het met je, Zin? Ik heb jou al niet meer gezien sinds ik hier aankwam. Ben je al Zin? Ik ben hartstikke Zin. Heel erg Zin. Ja, Gerard is lekker een koppie. Godverdamme. Hij is een heerlijk koppie, weet ik veel, kippensoep of zo aan het opdrinken. Deze man zit hier al zo lang. Hey, Zin. Hey, Zin. Ja? Kom mee. Ik ga met je mee. Gerard, succes! Je kan het! Oké. Niet kijken. Ik ga niet kijken. Ik ga kijken. Ah, 1, 3, 9, 5. En zo. En 7. 1, Zo! Kom maar mee. Ah, waar zijn we? Wauw! Wat is kom dit? Kom even mee. Ah, dit is. Hier werken jullie allemaal. Hier werken de bewakers en zo. Ja. Wauw! Wat is dit dan? Oh. Ah, 1 met het hout. Waarom sta je weer op het hout? Vind ik fijn. Zo ben ik 1 met de aarde. Met de aarde. Ja. Ja. Henkie. Ja. Ik krijg klachten over jou. Ik krijg klachten? Hoezo? Ik heb helemaal niks gedaan. Sinds dat jij hier bent is de rust en vrede verstoord. De Zin. Maar ik ben hartstikke Zin. Nee. Ja. Wij horen constant geschreeuw, gelach en weet ik veel wat. Ja, dat hoort toch. Jullie maken de kantinejuf belachelijk. Jullie maken mijn bewaker, mijn beste bewaker belachelijk. Jullie hebben mijn... Zin. Ja, dat... Oké, en nu? Ik wil dat je hier gaat gedragen. Ik ga mijn hartstikke... word je overgezet naar een andere eenheid. Oh, eenheid maar. Is dat een andere cel of zo? Of? Ja, in een ander complex. Nee, maar dan zie ik Gerard niet meer. En Dimitri. Nee, kom maar mee. Waarom moest je dat hier zeggen? Gesprekje. Oké. Dus ik loop even met jou terug. Oh nee, maar dit gaat hartstikke goed komen, Zin. Ik ga me echt gedragen. Ik zal niks meer fout doen, oké? Ik ga echt niks meer fout doen. Ik beloof het. Dan ga ik nu weer lekker met Gerard, want Gerard voelt zich niet altijd... Lekker. Je mag hier zelf weer in. Ik ga mezelf weer in. Oké, dankjewel, Zin. Gerard Boersma, u mag even meekomen. Nee!
Wacht, Gerard voelt zich niet lekker. Laat me eerst even met Gerard praten, oké? U mag uw cel in. Nee, maar hij voelt zich niet lekker, Zen. Zen, hij voelt zich niet lekker. Laat me even met Gerard praten. Nee. Laat me even met Gerard praten. U moet Zen. Nee. Laat me even met Gerard praten. Gerard, gaat het met je? Gerard. Ja. Gerard. Wat een stank. Ik ga de schoonmaker halen. Oh. Ja, haal jij de schoonmaker maar. Gerard, heb je hem? Heb je hem? Gerard. Gerard, kom nou even bij Zen. Heb je de schroevendraaier? Oh, daar ligt hij. Oh, ik zie hem. Oké, Gerard hier. Gerard, sta op. Gerard. Zen komt zo weer terug. We moeten Dimitri halen. Het is tijd om te ontsnappen. Gerard. Oh, Gerard, sta nou op. Oh, ik laat je wel achter. Oh, nee. Ik laat je niet achter, Gerard. Natuurlijk, ik laat je nooit achter. Kom, we moeten nu gaan. Gerard, kom, we moeten gaan. Oh, het is eindelijk zover. Ah, oh, er slaapt een guardie. Ah, nog één. Was het al lucht uit? Ja. Volgens mij nog niet. Hey, anders zou jij eens even je mond meekomen. Gerard, hou vast. Gerard, doe iets. Gaat het, Gerard? Wacht even voor 2 seconden, meneer. Gerard, gaat het met je? Gaat het? Ik heb een doekje voor je halen, of zo? Of, ik wil graag versterking, nee. Stop. Oké, meelopen. We gaan richting die trap. Geen versterking meer. Goed zo. Gerard, kom. Gerard, help nou eens mee. Waar ga je heen? Oké, we gaan naar die trap lopen. Lopen, naar de trap. Oké, Gerard, dit is onze ontsnapping. Het is zover. Ja, handen omhoog. Doe je handen maar lekker omhoog. Dat heb ik al. Ja. Oké, Gerard, jij leidt. Voorlopen. Ach, die bewakers zien het niet. Nee, daarom. Ze zien niks. Als we gewoon rustig doorlopen. Lekker voor je, doei. Chuck. Nee, je mond houden. Niet omkijken. Nee, niet omkijken. Inderdaad, niks aan de hand. Hoe heet je eigenlijk? Nu wil ik een keer je naam weten. Wat? Oh, dit loopt daar een bewaker. Oké, we gaan naar rechts gelijk. Rennen. We gaan naar rechts. Doorrennen. Hier naar rechts. Gerard, jouw auto uitkijk. Oh, Gerard, voorzichtig met jezelf. Moet ik je helpen? Nee. Laat Gerard maar. We moeten doorlopen. Gerard, kom terug. Om het hoekje. Kom terug. Karel. Andere kant oplopen. Ik ben ze. Dat deed hij goed. Ja. Oké, Gerard, jij leidt weer. Kom, jij leidt, Gerard. Jullie weten dat hij doodloopt. Oh, nee. Komt er een bewaker aan? Nee, het is veilig. Voor nu is het veilig. Oké, Gerard, gaat het nog met je? Hij snapt. Nee. Blijf staan. Het is nu voorbij met jou. Oké, Gerard, wat doen we met hem? We zijn zo ver gekomen. Wat doen we met hem, Gerard? Oh, Gerard is ook niet aanspreekbaar, hè? Weet je wat, Gerard? Ik steek hem anders wel neer. Oh, Gerard! Blijf staan. Blijf staan. Meneer, het is klaar met jou. Ja. Het is klaar met jou. Oké? Vanaf waar kunnen we het beste eruit? Hoe komen we hier weg? Deze kant op. Oh, Gerard, kom je? We gaan deze kant op. Oh, die bewakers zien ons niet. Doorrennen. Oh, hier naar beneden. Gerard, kom je nog? Gerard, blijf eens doorrennen. Je helpt ons niet bij. Oké, en dan? Waar moeten we dan heen? Naar rechts. Oké, en dan? Links. Nee, naar rechts. Ik zie je. Daar is de uitgang. Blijf staan. Sta blijven. Hij ontsnapt, Gerard. Gerard, hij ontsnapt. Kom helpen. Oh, Gerard, ik zie daar. Oh, dat is een busje. Die moeten we hebben. Open de deur hier. Open de deur. Open de deur. Hij gaat niet open. Je hebt jezelf klem gelopen, meneer. Kijk maar aan. Heb je nog laatste woorden? Ja. En dat is? Ouwe gek. Auw. Gerard, pak hem. Pak hem, Gerard. Aan de kant, Gerard. Het is klaar met jou. Ja. Gerard. Kots niet over hem heen, Gerard. Oké, Gerard, we zijn van hem af. Kom, we hebben de route gevonden. Kom, volg mij. Nu gaan we ontsnappen. Nu is het voorbij. Gerard, rennen. Doorrennen. Je bent snel genoeg. Gerard, het gaat wel met je. Gerard! Nee! Gerard, stop! We moeten nu verder. Het alarm gaat al af. Nee! Gerard! Oh, weet je wat? Ik laat je deze keer echt achter. Gerard! Gerard! Ik vond het leuk met... Oh, is dat toch op? Oh, nee, toch niet. Gerard! Nee! Oh, jongens, ik ben Gerard onderweg verloren. Oh, nee. We zouden Dimitri nog helpen, maar we zijn Dimitri helemaal vergeten. Wat moet ik nou? Oh, nee. Oh, die kunnen we misschien vervoeren. Help! Help! Ik ben hier onterecht vast. Peter en... Corrie. Henkie? Corrie. Hey, Henkie, wat doe je vrij, hier? Ik ben vrij uitgegaan. Oh, echt waar? Ja, ze lieten me gaan. Dat meen je niet? Ja, nee, echt waar. Ik mocht vrij uit. Ze zeiden van Henkie, je hebt goed gedrag vertoond, dus... Yep. Ja. Oké. Peter, hoe is het met jou, Peter? Nee, oké. Henkie! Ja? Ik krijg door van de collega's dat ze een man missen hier binnen. Ja. Een oranje pak, grijs haar en oud. Dat is Gerard. Wie is Gerard? Opa Gerard. Opa Gerard. Weet je waar die is? Ja, die viel neer. Waar? Ja, ergens daar, halverwege. Oké, wacht. Viel neer, dood, laten liggen. Nee, dood zeg ik nooit gezegd. Is neer, laten liggen. Misschien dood. Henkie? Ja? Kom heel even mee. Ik loop even met je mee. Ja, kom
kom even naar binnen. Naar binnen? Nee, maar ik mag naar huis. Ik mag eindelijk naar huis. Oh, ja, dat brengen we je wel. Oh, oké, ik stap hem in. Becky? Ja? Had jij luchttijd? Ja. Oh, nou, dan is die weer voorbij. Dan brengen we je even terug. Nee, ik was vrij. Ik mocht naar huis. Corrie, ik mocht echt naar huis. Ze hadden het beloofd. Ze zeiden één keer, je hebt goed gedrag vertoond. Nou, ja, dan gaan we dat even navragen. Kom maar even mee. Ja, vraag maar even na. Ik heb echt goed gedrag vertoond. Ja, kom maar mee dan. Ja, nee, ik loop mee. Goeiedag. Wacht, ik ga maar even achter de balie staan. Goeiedag, waarmee kan ik helpen? Ja, goeiedag. We zijn eigenlijk op zoek of Henkie al weg mag. Ja, die mocht weg. Ik vertrouw je niks van. Hier zit een luchtje aan. Wacht, ik zal ik even die informatie erbij pakken? Ja, nee, dat vind ik ook. Weet je wat het is? Wat? Ik pak wel even, wacht. Ik laat het even zien. Oké, okay, schrijf ik hier even op. Henkie mocht naar huis. Gerard niet. Kijk eens, hier staat het voor je. Ik pak hem even over. Ja. Wat staat daar? Henkie. Ik kan het niet lezen, joh. Je kan het niet. Er staat Henkie mag naar huis. Henkie mag naar... huis? Nee, ja, naar huis, ja. Maar er staat ook niet. Henkie mag niet naar huis. Dat staat niet. Gerard. Nee. Nee, dat staat er niet. Oh, Peter, dat was een briefje van Gerard. Henkie mag niet naar huis. Nee, dat staat er niet. Wat zeg je, Peter? Ja. Oh, nee. Wat praat je? Henkie! Nee! Handen omhoog! Hoezo handen omhoog? Ah, Peter, rustig aan! Peter, rustig aan! Peter, joh! Sorry voor mijn collega. Nou, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Maar jij handen omhoog! Ik heb niks gedaan, Corrie! Corrie, ik ben onschuldig! Peter, ik mocht naar huis, Corrie! Het staat toch op het dingetje? Ik ben de receptie... Nee, er staat... Henkie mag naar huis niet, Gerard! Nee, er staat... Henkie mag naar huis. Punt. Niet Gerard. Niet waar, Henkie. Ja, Corrie. Oh. Ah, Peter, rustig aan. Ah, Corrie, rustig aan. Ja, sorry. Nee, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Oké, wat is er, Corrie? Henkie. Ja, Corrie. Ik vind het toch helemaal niet leuk om te doen. Wat? Om jou weer in die cel moeten stoppen. Maar ik hoef toch niet in die cel? Je kan me toch naar huis brengen? Nee. Jawel. Ik doe mijn baan. Ja, maar... En ik word er heel verdrietig van. Ja, maar Corrie, we kennen elkaar al zo lang inmiddels. Dus Peter, ik ken jou nog al langer. Jawel, we kennen elkaar. Nee. Hoezo? Nee. Oh. Corrie. Nee. Corrie. Ik ga hier even mijn documenten pakken. Oh. Peter. En dan is het goed, denk ik. Ja? Hebben we het geregeld? Peter, neem jij het maar over. Ja, ik ben er al bij klaar. Ik ga naar huis. Ik ga verlof aanvragen. Nee, je hoeft geen verlof te krijgen. Dat hoeft Peter, waar ben je? Peter is hier. Oh, daar. Oh, wacht. Ja, hallo Peter. Nee, ja, jij mag hem overnemen. Ik ga gewoon naar huis. Nee, Corrie, je hoeft niet naar huis. Ga neem me mee als je mee tenminste naar huis gaat. Nee, want Peter, ga jij maar met Henkie verder. Nee, maar je neemt verlof, inderdaad. Dus dan doe je je baan niet meer. Ik ga een verlof. Ik ga wel. Corrie, ik ga je missen. Ja. Ik ga je missen, Corrie. Ik ga op vakantie. Ik hou van je. Corrie! Wat heb je met Corrie gedaan? Lopen. Nee, wat heb je met hem gedaan? Hij ontplofte. Nee, ik loop al. Corrie. Nee, Corrie. Oh, hij zal vast nu wel met Ari en Berry zijn. Corrie. Oh, waar moet ik heen? Waar is de bewaker? Ah! Oh, die is dood. Die is ook dood natuurlijk. Waarom is iedereen ineens dood? Corrie. Ja, boven. Ik ga naar boven. Geen zorgen. Ik ga naar boven. Oh. Michel in? Ja. Peter, waarom praat je alleen als Corrie en Berry en Ari er niet bij zijn? Lopen. Ik loop al. Rustig aan. Oh, en wat moet ik nou? Ik ben ze allemaal kwijt. Eén voor één. En nu ben ik helemaal alleen. Peter. Goeiedag. Hey, Corrie. Laat me even zo voorstellen. Ik ben een nieuwe collega van Peter. Mijn naam is Ernie. We gaan het anders aanpakken. Ernie. Ik wil dat je in de houding gaat staan. 1, 2, nu. Hey. Ja, wat is met Corrie gebeurd? Dat weet ik niet, ik ben de nieuwe man alleen maar ben en ik wil dat jij naar mij gaat luisteren. Oh, rustig aan, Ernie, rustig aan. Ja, ik luister. Nu zijn het mijn regels, mijn tijd, mijn gegevens. Ja. Wil jouw naam? Nee, die naam, nee. Wil je naam? Nee. Wel. Henkie. Bedankt. Maakt niet uit, Ernie. Peter, ik wil dat jij vast wat wc-rollen gaat halen. Wat gaat halen? Wc-rollen. Mag ik mijn arm trouwens naar beneden? Nee, salut! Salut. Mijn regels, mijn tijd. Ja, regels, jouw tijd. Dingen, mijn doelen. Ja. Je gaat naar mij luisteren. Mijn naam is Ernie. Van de agent. Ik ben Ernie de agent. Ernie. Waar is Corrie? Weet ik niet. Ik zag Corrie opblazen net. Beter komen. Wat? Wat? Blijf staan. Nee. In de houding. Ja, ik sta in de houding. Je hebt een lege pak aan, dus ik hoop dat je zo urenlang kan blijven staan. Ja, ik kan urenlang blijven staan. Dat hoop ik maar voor je. Ja, Corrie, ik bedoel Ernie. 10 push-ups. 10 push-ups. Push-ups. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Doorgaan. 6, 7, 8, 9, 10. Opstaan en in de houding. Peter, we moeten even die wc-rollen. Wc-rollen? Oh, Peter is aan een biertje te doen.
Peter, wat doe je nou? Blijf staan! Ja, sorry! Goed, ik ga de bewaker er weer bij halen. Je blijft in je cel. Ja? En dan gaan we weer weg. Oké, is goed, Ernie. Mijn naam is Ernie. Ik ga naar mijn luisteren. Mijn tijd, mijn dingen, mijn doelen. Tot ziens! Tot ziens! Nou, gelukkig hij is er niet meer. Dan hoef ik ook niet meer te saluten. We spaart ook weer een heleboel. Hé, daar heb je hem. Ernie! Ik hou niet! Sorry, ik snel! Oh nou, hij is inmiddels weg. Hij kan het nu met geen mogelijkheid meer doorhebben dat ik niet meer in de houding sta. Laat ik in ieder geval even lekker, denk ik, op bed liggen op zijn minst. Ah. Tomorrow. Ja, rustig, ik sta. In de houding. Ik sta al in de houding. Ja, ik sta klaar. Rustig aan. Oh, wie zijn jullie nou? Hoe ja. Oh, nee. Hallo, meneer. Hallo. Goeiedag. Waarmee kan ik u helpen? Goeiedag. Oh, hallo, meneer. Goeiedag. Hallo. Hallo. Ik heb het tegen jou, hè? Ik kijk je aan. Ja, wat is er nou? Hallo. Ik ben het. Hallo. Jij. Sorry. Goeiedag. Hallo. Ik dacht dat die andere tegen me had. Nee. Hallo. Mijn naam is Storm. Storm. Storm en kadet? Ja, mijn naam is Storm. Dit is mijn kadet hier naast mij en wij gaan jou overplaatsen. Overplaatsen? Ja, zo weet ik. Waarom moet het leger me overplaatsen? Omdat wij heel sterk zijn, toch, ja, maar... kadet? Ja. Ja, maar... ja. Waarom klinkt hij intimiderender dan jij? Sorry. Dat dacht ik. Oké, waar gaan we heen? Waar ga je me overplaatsen? Waar is Gerard? De classified information. Classified, maar waar is hij? Dat is in het ziekenhuis. Oké, nee, dat is net, geloof ik wel. Ja, nee, ja. Dat is, hij wordt helemaal behandeld, want ja, het was goed mis. Ja, wat was er met hem gebeurd? Ja, van alles. Kan je niet veel over vertellen. Nee, oké. Gerard, jij loopt voor. Ja. Ik loop voor, jij loopt achter. Maar jij zei dat hij voor moest lopen. Kijk, het is net als zoveel informatie. Ik zit ook in het leger. Waarom schijn je licht in mijn rug? Goed, Henkie. Ja. Ga dan volgen. Als je van ons pad afloopt, word je geëlektrocuteerd. Geëlektrocuteerd. Ja. Geëlektrocuteerd. Geëlektrocuteerd. Nee. Oké. Ik ben er klaar voor. Maar ik maak geen grapjes. Nee, ik maak ook geen grapjes. Nee, dat dacht ik. Als je buiten ons gelijk komt, dan word je geëlektrocuteerd. Ja, nee, dat snap ik. Dat snap ik. We gaan lopen. We gaan lopen. Dan gaan we hier naar links. Lopen. Links. Ja, links. Links. Ja, links. 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 Moet je links. Links. Rechts. Links. Oh, dat was pas. Links. Rechts. Gaan we. Blijf volgen. Ja, ik blijf volgen. Ik blijf volgen. Ja, oh, het staat hier lekker op tafel. Oh. Waarom deed je dat nou? Ik heb het je verteld. Sorry, nee, ik ga alweer. Dan wacht ik. Waar gaan we heen? Ga ik jou niet vertellen? Ja, maar ik ga er letterlijk nu heen. Dat kan je toch net zo goed zeggen? Ja, dat klopt. Maar dat maakt niet uit. Oké, hey. Hebben jullie hier iemand opgeraapt? Dus hier lag Corrie. Wie is Corrie? Daar lag hier een agent op de grond, een tijdje geleden. In de houding even staan. Ik ga kijken of de cellen klaar zijn. De cellen? Weet jij wat er gebeurd is met die man hier op de grond? Maar goed, weer lopen. Ik voor. Ja, nee. Ja, daar gaan we. We gaan door. Waarom is het grappig? Oh, wat is hier dan? Het is helemaal niet grappig. Wat zijn je dan voor cellen? Doorlopen. Ja, ik loop al. Ik wil niet uit de lijn. Wat is hier dan? Oh, wat zijn we beland? Wat grimmige boel hier. Oh nee, zeg niet dat ik in... Nee. Goed, ik wil eruit. Ik wil niet in deze cel. Nee. Henkie. Ja. Nee, ik ga je even wat dingetjes uitleggen, Henkie. Nou, leg het eens uit. Goed, je verblijft hier voor de aankomende 7 dagen. Geen contact met de buitenwereld, geen contact met de binnenwereld, geen contact... Hé, je knut. 7 dagen? 7 dagen. 7 dagen? Je slaapt hier op de grond. Je krijgt 1 keer per dag eten. Misschien 2, als we gul zijn. Nee. Naar de wc. Als je naar de wc wil, moet je daar op het knopje drukken. En dan gaat ze zeggen of je mag doorspoelen of niet. Nee. Dan kan je dus niet zelf. Nee. Heb je dat gehoord? Dat heb ik gehoord. Helemaal goed. Oké. 1 keer per dag luchten. Ja. Met begeleiding. Met begeleiding. En dat waren eigenlijk de regels. Oh, en mag ik er ook uit? Waaruit? Hieruit. Ja, na 7 dagen. Dan ga je weer naar je normale cel toe. Oh, nee. Maar ik had zo lange gevangenisstraf had ik helemaal niet. Bij deze, vanwege je ontsnappingspoging. Ik heb helemaal geen ontsnappingspoging gedaan. We hebben dat via de camera's gezien, heiken dit. Ja, ik hoor je niet, de deur is te dik. Henkie, ik wens je het allerbeste. Fijne kerst en fijne Pasen. Wij gaan weer. Dankjewel, Storm. Kadet, wil je even aan de kant? Hallo. Hey, aan de kant dan. Kadet, hij heeft je opgesloten. Storm, het is verraad. Ja? Het is hoog verraad. Kadet, als je nou niet aan de kant haalt. Storm, ik denk dat je hier maar 7 dagen vast zit bij mij. Nee, dat wil ik niet. Storm, je zit vast. Wacht even. Kadet, kom nou. Ja, bedankt. God, zakkie zeg. Oh, hij is aan de kant gegaan. Nou, dan kunnen we er weer uit. Henkie. Ja? Nee, ik ga. Klaar, lekker. Ah, je moest toch kom op, kadet, we gaan. Oh, nee, daar gaan ze. En ik hoor... Kadet, wat doe je? Kadet. Oh, kadet! Kijk, daar staan ze. Ja, laat maar ontploffen, joh. Die deur is dicht genoeg. Nee, niet ontploffen. Nee! Doe maar. Niet doen, stop daar! Dag, kadetje.